Dag boels en beers, welkom bij weer een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, ik ben ook nieuw op YouTube. Ik treed en investeer wel al acht jaar in de crypto's. En ik wil zeg maar al het goede wat ik heb geleerd allemaal met jullie gaan delen. Zodat je ook in boelmarkten en in beermarkten goed kan verdienen. En je overal tegen kan beschermen. Ik ben geen financieel adviseur. Dan moet ik weten wat voor kapitaal je hebt, waar je in stapt, wat je plan is. Uh... Leer het zelf, dan haal je er ook veel meer uit. Het is ook niet handig door iemand anders te laten doen. In mijn andere video heb ik het over Cardano gehad, Ada. En daarvoor nog over Bitcoin. Die kun je allemaal terugvinden in de beschrijving. Vind je dit een leuke video? Geef even een like of abonneer. Voor mijn nieuwe abonnees, dankjewel voor het abonneren en welkom. Ik hoop dat jullie lang bij me blijven. Uh, laten we in algo duiken, want daar gaat deze video over. Ik begin even met algo tegenover Bitcoin. Uh, nou is dit een gekke chart, we zijn helemaal op de bodem. Dus sterk tegenover Bitcoin is hij niet echt. Hij wil nog niet echt. Um, als ik gewoon even simpel. Hier hebben we UOBi, uh, Dan hebben we een andere exchange, Bitrex. Met een gekke wik eronder. Vaak geen goed teken, net als hier. Je ziet dat die wik naar boven. Maakt die helemaal goed om het orderboek goed te maken. Waarschijnlijk moet hij deze dan ook nog een keer goed maken. De onderkant moet hij ook goed maken. Nu hoeft hij hem niet altijd helemaal precies goed te maken. Ik heb hem ook wel bij aardig gegeven. Maar in ieder geval een 50% en hij moet niet een 100% overhouden. Maar goed, dit is Bittrex. Deze wil ik eigenlijk even hebben. Hier eigenlijk heel simpel, gewoon twee lijnen. Een soort van vloer waar we doorheen zijn gezakt, wat geen goed teken is. Nou zijn we heel laag, dus het hoeft niet per se veel lager te gaan... Maar het kan nog wel een beetje voor rommel zorgen. Dus dat we misschien nog een keer deze bodem gaan testen. Of deze bodem gaan testen. Volgens nu kan je een soort van potentie zien. Want we maken steeds higher highs. Dat dit een beetje de potentie is. Als je ook naar mijn video van Cardano gaat kijken. Ook in mijn eerste video. Dan, dan kan je dit ook bijna op elke coin toepassen. Dus dat je een beetje naar de potentie gaat kijken. Wat, het, wat, die, wat een coin tegenover Bitcoin kan doen. Dat is in dit geval een nou zeggen van 45 procent ik als potentie en wat ik als potentie uh, is bijvoorbeeld dus niet deze maar je ziet dat hier elke keer verkocht op wordt en ik kan het misschien nog wat sterker zetten. maar hier wordt verkocht hier pierst hier maar faalt weer verkocht verkocht hier gaan we doorheen vindt even support probeert hem hoger te maken maar faalt weer we gaan er doorheen wat je ook vaak ziet als het ergens doorheen prikt dan gaat het goed er doorheen, maar je moet altijd weer even testen. Uh, of tenminste, het plafond testen of de vloer testen. En daarna zakken we echt veel verder en zakken we door de grond heen. Dus dit is een mooi punt om te verkopen. En dat was een 45%. Als ik het terug vertaal naar, uh, naar de dollarwaarde. Dus ga ik naar uh, deze. Ik haal deze eventjes allemaal weg. Nou, ik ga, laat het wel staan, dan begin ik straks wel opnieuw. begin ik met 45% vanaf hier. Vanaf deze prijs. En dan kom je precies bij die 786. Dat is de 150 tot en met een beetje de 160. Dat zou mijn reële prijstarget zijn voor korte termijn. Voor korte termijn pak ik ook bij die 06 en 8. Die zie je misschien nu niet, maar die zit hier verstopt. Uh, misschien kan ik die wel even... Na... Nou, ik laat hem wel hier. 06 en 8, die zit op de 135 ongeveer. Daar pak ik al een stuk wind. Hier pak ik een groot stuk wind. Algehele geef ik eigenlijk omdat dit mijn. Ja, voor mij is dit een parel. Fundamenteel gewoon een super goede coin. Zoek het ook op wat deze munt doet, want het uh, lost gewoon heel veel problemen op. Voor lange termijn, wil je hier lange termijn in zitten, dan moet je hem toch echt van de bodem afhalen. Hier heb je die grote move, die Fibonacci retracement tool. Je ziet dat hij de top heeft bereikt. Daarna hij dat 0,618. Vind daar support op. Is heel bullish. Ik dacht dat we dan hoog gingen, maar zijn we helaas niet gegaan daarna vindt het weer support weer best wel boelisch, maar we maken geen higher high we falen weer en daarna piercen we die 0618 en beginnen we hier nu een beetje structuur te vinden voor waarschijnlijk een bounce trade naar die 0618 of die 0.786 of die 833 nogmaals hij heeft het gepierst dus vaak een teken dat we laag gaan hier zou ik veel meer denken aan je lange termijn algo. alsnog zet daar een stop los onder want hier wil je het liefst je lange termijn algo hebben, een beetje tussen die 30, 20 en 30 cent. Denk je ook van lange termijn, ja, ik, ik ga blijven inzetten en je koopt hier, of tenminste je koopt hier dan wat en je zet er geen stop los onder, dan zak je dus een nou, 56%. Procent. Jij blijft me en je gelooft erin, ah, die prijs die komt terug wel terug. Wij hebben ondertussen al onze stop geraakt en we hebben uh, dat geld is weer beschikbaar voor ons. Wij kunnen het dan op de bodem kopen. Hebben veel meer algo en in die tussentijd maken wij meer dan 120 procent. En je sta jij eigenlijk net uh, break even. In die tussentijd maken wij veel meer percentage omdat we van lager afkomen dan dat je hier afkomt. Dus respecteer ook je stop losses. Zet die goed. Als ik hier in zou stappen op dit punt, wil ik mijn stoploss onder deze twee wicks hebben. Of onder deze rode moving average. Maar je ziet dat hij respecteert hem niet heel erg. Dus ik zou hem altijd hieronder willen hebben, mijn stoploss. Daarom is dat lage instappen zo belangrijk. Dus op korte termijn, vanuit die Bitcoin-kont zag je die potentie van 45% vanuit hier. Dat zou ongeveer hier terechtkomen, bij die 1,50, 1,60 ongeveer. Weet niet precies, het hoeft niet daar precies naartoe te gaan ik pak ook wel de voorstukjes winst. zo heb ik altijd kapitaal over om ergens anders in te stappen of weer in deze als deze weer een move down heeft gepakt. Uh, als we eenmaal naar boven gaan, dan krijgen we nieuwe targets en die targets heb ik deels al, want die kun je uit deze move halen en uit deze move, want hier zie je eigenlijk het volume opgaan en we breken er hier uit. Ik heb het niet precies, wil je dit gewoon precies hebben, dan moet je naar kleine tijdframes, dus de 1 uur tot de 4 uur, en dan kom je exact eruit. Nu trek ik dit op een daggrafiek, uh, uh, snel, en dan zie ik eigenlijk al dat het targets raakt, zoals die 06 en 8. dan geeft het de reactie op. Dus zelfs in een dag zie ik dat de reactie op komt. Hier ook het pierste, daarna valt het weer terug. En daarna schieten we eigenlijk weg en schieten we zelfs voorbij die 4,23. We piercen het een paar keer, dus net zoals naar beneden piercen, vaak een teken dat we hoger kunnen gaan. Nu kan dit ook al gewoon het einde zijn. Volgens mij was dit een beetje mijn, uh, hoe ik hem echt heb. ja, dit, dit was eigenlijk hoe ik hem echt heb. En heeft hij het gepierced, dan heb je altijd nog targets hoger. Dus stel dat we hoog gaan, hebben we echt wel nieuwe targets, maar op dit moment geeft de markt niet heel veel. Dus dan moet je voorzichtig zijn, safety is sexy. We hebben deze targets nog voor in de toekomst en waarschijnlijk nog wel hoger, maar ik ga je geen gouden potten uh, beloven, omdat je gewoon voorzichtig moet zijn in deze markten. En je wil gewoon een toppositie hebben. Als je de, deze positie hebt, ga je naar die duizenden procenten. Waarom ik deze er ook uithaal, ADA en zo zijn duizenden procenten gestegen. Deze is nog maar een uh, 400 of 500 procent gestegen. Als je een beetje de gemiddelde prijs van dit neemt, en dan pak ik weer de verkeerde. Als je een beetje de gemiddelde prijs van dit neemt. Dan zie je 500%, maar 500%, dat is superveel. Maar goed, in de crypto's was dat dus best weinig, want je zag andere munten die duizenden, soms wel tienduizend procent waren gestegen. Dus deze heeft best wel een mooie plek waar die nu op zit. En waar we waarschijnlijk nog iets lager kunnen gaan. Waar we naar op zoek zijn, is die higher low. Uh, die higher low is hij nu aan het creëren, of dat dan hier is of hier. Je hebt hier een bodempatroon van ongeveer een jaar. We zijn eruit. Je ziet al hier is de lowe. Hier komt een higher low, een higher high, en dan hopen we dat er hier een higher low komt. En zodoende, als we hier dan weer kopers vinden, dan hebben we waarschijnlijk een goede kans om weer hoger te kunnen gaan, om te kunnen groeien. Dus dit is een beetje mijn uh, beeld van Algo. Ik geef je nu ook gekke targets, maar houd eerst op. Uh, ja, dat je het eerst wat meer inzoomt en dat je het hierop houdt. Dus op die oranje targets. Dus als ik even de rest allemaal weghaal en die witte die zou ik ook erop houden. Dus van de bodem naar de top. Dan heb je eigenlijk dit punt. En dan uh, zie je ook die groene lijn. Is geen Fibonacci. Nee, het is gewoon weer een plek waar. Uh, ja, waar, waar ik eigenlijk net ook bij BTC, tegenover die BTC, een, een plafond vind, of tenminste een vloer, een plafond, nog een keer een plafond, nog een keer een plafond, en daarna wordt een vloer en schieten we omhoog. Dus goed, kort samengevat, langetermijn wil je kopen een beetje uh, zo dicht mogelijk onder deze lijn, en dan een stop los eronder, want stel dat we hier laag gaan, ben je weer de helft van je geld kwijt. Langer termijn zou ik een beetje tussen die 50 en 60 cent denken. Uh, zet daar ook weer een los, onder, wat ik al zei, van, want daarna kan je hier weer door de helft gaan. En heb je hier nog een mooie plek om langetermijn algo te kopen. Kopen, kopen, kopen. Wees ook bereid om te verkopen, anders maak je nooit winst. Uh, dit was een beetje mijn video over algo. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je ermee verder kunt en dat je misschien in de toekomst er veel mee gaat verdienen. Dankjewel voor het kijken. Abonneer zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, geef het ook even een like. Deel het met vrienden en familie. En misschien wel op Facebookgroep, TikTok, uh, Instagram. Maak het zo gek mogelijk. Dan maak ik het zo gek mogelijk met de video's. Dank jullie wel.